100 jaar geleden telde West-Brabant tientallen suikerfabrieken. Niet onlogisch, want West-Brabant was van oudsher het centrum voor de suikerbietenteelt. En dan is het ook niet zo vreemd dat zich vervolgens in diezelfde regio heel veel snoepfabrikanten zich vestigen. Red Band, Quatta, Liga, Faam, Lonka. En tot dat rijtje behoort ook Perfetti van Melle in Breda. En daar zijn we vandaag. Nou, dat lijkt me voldoende, hè? Van Melle was van oorsprong een Zeeuws bedrijf gespecialiseerd in koekjes en toffees. Maar het echte succes komt door de introductie van een heel bijzonder pepermuntsnoepje, het al onbekende Mentos. Dan gaan ze werkelijk groeien als kool, vestigen zich in Breda, nemen concurrenten over als Kleene en Wiebert en Loekeloek. En zo ontstaat ook het contact met de andere gigantische zoekwarenfabrikant, het Italiaanse Perfetti. Nou, die krachten worden gebundeld en sinds 2001 heet het bedrijf Perfetti van Melle. Met een hoofdkantoor helemaal in Italië en hier dus in Breda. Van Melle is echt een hele grote speler met zo'n 35 vestigingen over de hele wereld. 20.000 werknemers en hier in Breda maken ze vooral Mentos werkelijk in allerlei smaken en voor allerlei landen. Want deze is voor Japan of China. Kees de Baard, General Manager Benelux. Jullie zijn de derde snoepfabrikant in de wereld. In omzet gaat het om gigantische getallen, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Wij hebben een omzet, als je het in euro's wil uitdrukken, van rond de 2,5 miljard. Miljard? Euro. Jeetje mina. En jullie hebben vestigingen all over the world? All over the world. We zitten in meer dan 30 landen. En die zitten in China? Zitten over de hele wereld verdeeld. Zit Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Okay. Zit heel veel in Azië, China. Hier worden vooral Mentosjes gemaakt. Weet je zo uit je hoofd hoeveel Mentos? Ja, als we heel erg ons best doen, zo op een dag maken we 5 miljoen rolletjes. 5 miljoen rolletjes. Nou, associeer ik snoep niet meteen met high-tech of met innovatie, maar dat is een vergissing, hè? Ja, dat is absoluut een vergissing. Toen ik hier heel lang geleden begon, dacht ik dat ook. Ja. Maar als je dan een paar keer door die fabriek bent gelopen, dan praat je over een hele normale procesindustrie. En jullie moeten ook op gezondheid letten, kan ik mij voorstellen? Absoluut. Strenge voorschriften? Hele strenge voorschriften. We zijn op weet ik hoeveel gebieden gecertificeerd om er allemaal maar voor te zorgen dat we ons aan alle regeltjes houden. Veilig snoep. Veilig snoep, ja. Wat mij opvalt is dat jullie heel veel nadruk leggen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn codes voor het personeel, codes voor de handelaren in grondstoffen. Waarom dat alles? Ja, we zijn weer hard bezig om het maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoon in onze dagelijkse handelen erin te brengen. En iedereen ervan te overtuigen dat we dat ook moeten doen. Laatste vraag. Zit er nog groei in snoep? Groei in snoep, als je kijkt naar de westerse wereld, dan zeg ik, is die markt in kilo's sinds 91 ongeveer hetzelfde. Al meer dan 20 jaar? Ja. Dat betekent dus dat je constant moet innoveren. Steeds nieuwe smaakjes, nieuwe verpakkingen, nieuwe producten moet proberen uit te vinden. En agressief zijn ten opzichte van je concurrenten. Want als je wil groeien, moet het van de concurrent vandaan komen. De een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we zeggen. Ja, als je het zo wil uitdrukken wel. Dank je wel. Allemaal lekker, hè? En veel, maar ja, zoals met alle genotsmiddelen, consumeer met mate. Dus niet alles tegelijkertijd. Eén voor één. Dat is wel erg lekker.